Ik ben Annie Kuhne en ik ben 25 jaar werk ik bij de Zorgboog. En hier doen wij speciaal beginnen met de tafels te dekken. Als dat gebeurd is, dan zijn ongeveer onze gasten compleet. En dan beginnen we met de soep te serveren. Als de soep geserveerd is, dan halen we de soepkoppen weer op. En daarna gaan we de maaltijden serveren. Als we klaar zijn met opruimen en alles is weer netjes, dan gaan we nog samen even napraten. Drink een lekker kopje koffie en dan gaat iedereen weer naar huis. Dan zit de dagtaak er weer op. Ik ben Jo Vriends. Ik ben 25 jaar in de Nieuwenhof als vrijwilliger. Op het moment doe ik in de catering helpen mee, tafel dekken, eten rondbrengen en afruimen en opruimen. Ik vind het fijn om met de bewoners te werken en met de bewoners om te gaan en ja, die te helpen. Hallo, ik ben Jean Benjamins, ik ben 73 jaar en ik doe 25 jaar vrijwilligerswerk in Ruizenberg. 'S Middags dan hebben ze gerust tot 2 uur. En dan gaan we kerststukjes of gewoon bloemstukjes maken, kaarten, eigenlijk van alles wat, creatief. Ik ben in het verleden veel met de boot weg geweest, maar helaas kan dat niet altijd meer. En dan gaan we aanstaande vrijdag zijn we van plan om met de bewoners naar het Boerenbondsmuseum te gaan in Gemert. Ik ben Henk De Vaan. Locatiecoördinator van de Nieuwenhof en tevens ook coördinator van de vrijwilligers. Nou, we zijn reuze blij met onze vrijwilligers. Zonder hun kunnen we het reguliere proces ook echt niet draaien. Win-win situatie voor de vrijwilligers. En ze komen iets halen en ze komen ook iets brengen. Maar samen met de andere medewerkers draaien ze een totaal proces. Dus vrijwilligers, hartstikke bedankt. Zonder jullie zouden wij niet kunnen. Dankjewel.